En weer heel leuk nieuws, want vandaag ga ik de laatste zware chemo krijgen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lief dappies, welkom bij een nieuwe video. Nou, daar zijn we weer. Hallo. Ja. Wij gaan naar de speeltuin. Het is vandaag 3 augustus, hè? Ja. Is dat zo? Ja. 3, 4. Nee, 3, want morgen gaan we aan de nieuwe chemo. Waar ik aan mag beginnen. Ik voel me hartstikke goed vandaag. Helaas natuurlijk afgelopen keren dagen wat minder geweest. Dus ik ben ook niet wezen zwemmen. Maar ik voel me nu goed. En we moeten toch een beetje fit blijven. Dus ik ga weer mee naar de Aqua Fitness. En Sergio gaat, denk ik, even lekker naar de speeltuin of iets. Toch? Ja. Ik heb even Sergio aangetrokken. De Sergio. Oh jee. Ik hou hem alvast dan. Hi. Hey. Wat jij dan? Wisselend. Vertel. Nou, vanmorgen was het oké. En toen ben ik even met Jessie weg geweest naar de speeltuin. En toen dacht ik, ik ga filmen. Het is er niet van gekomen. Maar ook gewoon dat Jessie het leuk had en ik was gewoon met Jessie, dus het was eventjes gewoon gezellig zonder camera. Toen kwamen we thuis, toen ging ik lekker slapen en toen kwamen jullie thuis. En toen ging ik naar de massage. Toen dacht ik, nou dan ga ik even filmen. En eind van de maand gaan we daar een keertje naar terug met z'n tweetjes. Ja, vind ik goed, moes. Want dat had ik van jou gehad, die massage. Dat was echt heel fijn, een uurtje lang. Nou, en toen kwam ik terug en toen moest ik dus nog boodschappen doen. En we hebben de kleding verstuurd. Ja. We hebben echt wel de juiste mensen uitgekozen, want zij heeft dus ook een blog. Ze heeft een blog op Insta en daar hebben wij dus kunnen zien dat ze haar zoontje heeft verloren. En dat inmiddels haar man ziek is. En ja, super heftig. En ze hebben dus nog een klein kindje. Ja. En nou ja, ook gewoon een power mommy die gewoon op dit moment alles veel alleen rooit en doet. En alle ballen probeert te mogen houden. Precies, dus daarom ben ik heel erg blij dat we daar de kleertjes naartoe hebben gestuurd. En dus die heb ik verstuurd en toen heb ik boodschappen gedaan. En toen kwam ik thuis en ik ben dus vandaag dag 2 vegan. En gisteren heb ik spekjes gebakken voor jullie. Dat vonden jullie vooral heel erg lekker. Ja, en ik ook. Maar ik heb dus niet op. Ik heb al 2 dagen sla te eten. En op zich straf je mij niet met groentes en met sla. Maar ja, ik vind vlees gewoon heel erg lekker. En vis. En als het dan heel erg druk is in je hoofd. En je moet dan ook nog, zeg maar, 2, 3 maaltijden koken. Waarvan 1 vegan. En de rest gewoon allemaal met vlees. En ik doe dus nu dus ook geen pasta's en geen rijst en geen brood en zo. Dus nu ben je een beetje cranky. Dus ik, nou ja, cranky, dat was, nou ja, het is niet alleen dat, maar ook gewoon... Nou, wat wij al zeiden. Jij zou meegaan met die doos versturen en toen zat je ineens op het toilet en je was blijkbaar niet helemaal lekker en zo, dus dat snap ik ook. En ik wilde dus filmen dat we die doos op zouden sturen en dat ging niet. Dus dan gaat alles gewoon ineens anders dan wat ik had gepland, in mijn hoofd geprogrammeerd. En dan is het gewoon lastig om eventjes te verwerken allemaal. Dus toen moest ik ook alleen boodschappen doen. En toen kwam ik terug. En toen moest ik ook koken. En toen was het dan laat. En dan was het inderdaad nog krinkier. En Jessie was lekker aanwezig. En die moet ook eten. En die had dan pizza gemaakt. En dan gaat het op zich allemaal wel weer een beetje op rolletjes. En dan kalmeert het allemaal. Dus, maar anyway, ik had dus lekker salade. En jullie hadden lekker vleesje. En... niemand wil deze informatie, maar ik eet dus 2 dagen geen vlees of vis en mijn scheetjes stinken naar salami. Wel weer. Ja, echt heel vreemd. Maar jij, hoe was jouw dag? Nou, die van mij niet. Jouw dag is geen salami. Nee. Nee, mijn dag was op zich wel goed. Ik had best wel oké geslapen, moet ik zeggen. Zwemmen ging goed. Het was toch ook weer fijn om te doen. Ik kreeg wel halverwege ineens last van maagzuur. Oh ja, dat zei je. Dus dat was even jammer. Maar goed. Maar ja, moet je even in de gaten houden wat je dan eet. Wat je daarvoor op hebt. Ja, ik had er brood op met ei. Maar ja, misschien iets te zwaar voor het zwemmen of zo. Ja, nou goed, kan zeker. Dat overleven we ook wel weer. Ja. Toen zijn we weggegaan. Dus dat was wel fijn. Maar ik merk wel dat ik daarna was ik wel echt wel even moe. Gewoon. Lekker inkakken. Ja. Ja. Het is niet gewoon zwemmen. Het is gewoon echt aquafitness. Dus je bent wel echt bezig met je conditie en spieren en zo. Nou, dat is dan niet heel vreemd, toch? Ja. Nee, en meestal door water word je ogen ook al wat zwaarder en zo. Ja. Dus ik was net eventjes gaan liggen. Verder hebben we heel leuk nieuws. Want vandaag zijn wij, is het interview van de Telegraaf vrouw online gegaan. Ja, gepubliceerd. Ja, dat is super vet. Heel mooi stuk. Dat is ook heel leuk. Ja. En we proberen ons dus een beetje hard te maken voor... dat de bevolkingsonderzoek voor de borstonderzoeken, de mammografie, dat die niet op 50 blijft, maar dat die gewoon naar 30 gaat. Gewoon gelijk trekken aan de baarmoederhalskankertest. Want ja, door jullie kom ik er natuurlijk ook achter dat er gewoon heel veel mensen zijn die op jonge leeftijd al borstkanker hebben gehad. Dus ja, waarom niet eerder? Het schijnt dat een kwart van de vrouwen die borstkanker krijgen toch onder de 50 is. Dus, ja. En als je jonger bent, dan gaat de celdeling ook een stuk sneller, lijkt mij. Dus het is wel een stuk agressiever. Dus schreef ook iemand die vindt gewoon, dat vind ik eigenlijk ook, dat man of vrouw tweejaarlijks, of nee, of zeg dat, 1 keer in de 2 jaar gewoon een full body check moeten krijgen. Ja. Maar ja, dan kom je weer in hele andere discussies terecht met zorgverzekeraars. En... Precies, want het kost allemaal wel knijp te veel geld. En als jij natuurlijk iedereen... dat is dus de discussie. Ja. Als je dus iedereen zo'n bodycheck geeft, dan spoor je alles veel sneller op. Ja, dat is waar. Die bodycheck is misschien wel duur, maar de rest van wat je daarmee allemaal kunt besparen... Ja, dat is maar dat is überhaupt met de verzekeringen, met alles. Precies. En, ja, dat je echt denkt, nou het slaat echt helemaal nergens op dat je dit wel vergoedt en dit niet. En maar goed, we houden het gewoon gezellig. Precies. Het is gewoon heel fijn dat er aandacht aan besteed is. Dus ja. Yeah. Nou, nu gaan we nog eventjes lekker chillen. Ja. Voordat we gaan slapen. Gaan we doen Netflix of gaan we nog even op de bank zitten? Nog eventjes op de bank, want ik heb een lekker warme melk met anijs gemaakt. Met anijs? Ja. Met, wat voor anijs? Anijs. Van waar? Uit de zakkie. Anijs uit de zakkie? Sterrenanijs dan ofzo? Of gewoon... Weet ik niet. Er staat gewoon anijs op. Anijs. In een zakkie, voor in je warme melk. Ja, top. Lekker. Ik vind het hartstikke mooi. Dan gaan we daarna lekker in bed liggen en humor kijken. Vind ik een goed plan. En morgen krijgen we visite van Suus met Lucas. Super gezellig. En dan hebben we heel gezellig de 4e chemo. En dan even een vegan taartje halen. Dan is het voor jou vegan, voor mij helemaal niet vegan. Voor mij gewoon een heel vies. Lekker. Deze toppert gewoon klaar met de zware chemo's. En dan voor een traject hopelijk wat lichter. Ja. Goedemorgen, het is vandaag 4 augustus en toch even een datum om te onthouden, want vandaag ga ik de laatste zware chemo krijgen en dan is fase 1 voorbij. Zo, nu al. Ja, het voelt nu als nu al en halverwege was het echt, jezus, het voelt als maanden en ik moet nog zo lang. Maar achteraf hè, is altijd dat je denkt, oh, nou, eigenlijk is het nu toch best wel snel gegaan. Ja, dus de laatste zware. Hopelijk valt die weer mee en heb ik niet al te veel last van de bijwerkingen. En dan 10 augustus de tussentijdse MRI en dan kan ik fase 2 in voor de 12 wekelijkse. Maar we doen het allemaal stap voor stap om het te kunnen overzien. En zo kunnen we ook lekker positief blijven. De laatste kuur zit erin en er staat een mooie bos bloemen werd er gebracht. Dat dit de laatste van je zus is. En dat is dit keer wel gewoon na de kuur is. Ja. Ze zegt ze nog 1 keer voor de kuur bezorgen en dan zwaai ik op. Mooi. Heel mooi. Ik hou van de kleurtjes. Echt prachtig. Heel mooi. Nou, de vierde kuur zit erop. En Mariska is gezellig mee om taartje te eten. Maar we moeten toch een klein beetje vieren. Fase 1 zit erop. Zo, het is het einde van de dag. Ik ben wel een beetje moe, maar ik was ook al moe voordat we naar de chemo gingen. Dus ik weet niet per se of het daaraan ligt. Maar ik ben wel heel wit naast jou. En dat wordt dadelijk nog erger als je naar te kijken. Ik heb een beetje in de zon gezeten. Vind ik niet eerlijk. Ik heb ook nog eens een melkfles. Een kale melkfles. Anyway. Ik voel me verder goed. Maar melk is wel heel lekker. Dat zeker. Ik drink ook heel veel melk nu, hè? Moet ik doen. En jij bent ook heel lekker. Milky Way. Oh, die zijn er. Nee, maar ik voel me verder goed. Dus ik hoop dat het zo blijft. Morgen komt weer de verpleegkundige voor het immuunprik. In de vlog gaan jullie zien dat we gezellig naar mijn zus gaan, mogelijk. En we gaan nog naar jouw zus. Dus we gaan naar... nee, ik kan even niet op de naam komen. Maar vlakbij Eindhoven ligt Eersel en daar is een van de recreatiepark. En daar hebben ze een sterrenstrand en een meer en een binnenzwembad en een hele hoop activiteiten. En daar gaan we lekker een dag naartoe. Ja. En dan zaterdag gaan we weer volop tegelen en nog... Er zijn allemaal dingen aan, dus als ik me goed genoeg voel, dan gaan we daar ook gewoon van genieten. En ja, dan krijgen we weer gezellige vlogs. Jij moet gewoon lekker op jezelf... focussen. Dat je gewoon zorgt dat je genoeg slaapjes doet en zo. Nou ja, we hebben in onze auto heel makkelijk een leuning die gewoon echt helemaal plat kan. Dus dan kan ik ook gewoon liggen. De autostoel bedoel je? Ja, de autostoel. Ja, je zei leuning. Want ja, rugleuning. Dus ja, nou goed, we gaan... Dan krijg je gewoon 2 uur pitten in de auto. Ja. Het zal gewoon niet lukken, maar maakt niet uit. Rust is ook goed. Ja. Maar nu gaan we lekker slapen. We gaan het lekker afsluiten hier. Ik ben kapot. We gaan kapot. Kapotski. Maar we zijn super blij, want dit was eigenlijk de afsluiting van fase 1. En ja, we kunnen door naar de volgende ronde. Ja. Dus nogmaals weer heel erg bedankt voor jullie steun. Ook voor de toffe reacties op de interview die in de Telegraaf vrouw stond. En alle bloemetjes en reacties, alle bloemetjes, en kaartjes. En kaartjes weer, ja, superleuk. Dus vond je dit een tof vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Op het belletje te drukken als je op de hoogte wil blijven. Ja. Wil je wat merchandise? Dan kan je dat ook vinden op de computer in de... banner staat een link en anders staat het in onze bio. Kan je kijken wat voor toffe dingen wij hebben. Ook gerelateerd aan de kanker, maar gewoon voor de power. Gewoon motivatiekleding en zijn er heel trots op. Dus mocht je wat kopen, laat het ons zeker weten, want we zijn zeer benieuwd hoe het je staat of wat je gekocht hebt. En we zien jullie heel graag bij de volgende vlog. Ciao, 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 ciao. I just wanna see where your love can take me.